Vandaag in Alles Wat Gebeurt en Boeit gaan wij Sinterklaas weer welkom heten in Wijsburg. Ik weet niet hoe vaak dat al is gebeurd, maar ik weet wel dat het elk jaar weer sfeervol is. En hij wordt welkom geheten door Stefan Stassen, een bekende Wijsburg en een bekende Hilversummer. In Hilversum hebben ze de roetveegpieten. Bij ons hebben we gewoon de Zwarte Pieten, de Wijsburgpieten en zelfs de Viespieten. Het wordt een zonnige dag, het is een stuk beter dan vorig jaar. Toen stonden we hier met regenjassen en met paraplu's. Het zonnetje schijnt, 7 graden en Sint heeft Weesp al gevonden. We zagen hem al om de hoek komen. We gaan straks kijken hoe die door Weesp onthaald wordt. Stefan, dit is jouw vuurdoop wat betreft het welkom heten van Sinterklaas. Ja, sta ik zeker in deze rol, want ik was natuurlijk, heb hier wel gestaan met mijn kinderen altijd, maar dit is natuurlijk even een stukje belangrijker. Ja. Dus ja, en het gaat straks allemaal gebeuren. Over een half uurtje verwachten we dat hij aankomt in Pakjesboot 12. Nou, ik wens jou heel veel sterkte bij het welkom heten van Sinterklaas. Ja, we gaan zo eventjes wat oefenen met de mensen hier. Ik denk Sinterklaas, kom maar binnen met je knecht of Sigrins. Knecht mag nog. Knecht, tuurlijk. Ja, knecht, dat zijn allemaal. En medewerker. Medewerker, knechtje, vriendje. Oké. Okay. Veel succes, ja, Stefan. Dankjewel. Hoi. Kan het mooi zingen? Ineens stop je met zingen. Is Sinterklaas. Alle woorden goed en mooi gezongen. Ik hoop dat Sinterklaas dat ook straks ziet. Dan krijg jij nog meer in de schoenen vanavond. Burgemeester, ik zag u nog even naar de kerk kijken. Daar heeft u een fantastische herinnering aan, heb ik het idee. Absoluut. Want ik zag u in het bakje. Had u geen hoofdenvrees? Nee. Nee? Nee. Het was een dubbele poging, hè? Even, er zat een kogeltje verkeerd. En dat had een kogel... heeft u twee keer kunnen genieten. Ja, ja, absoluut. En het was heel erg leuk om te doen. Ja. En nu ook weer tijdens Sinterklaas. Ja, tuurlijk. Geweldige intocht. En je ziet ze hier binnenvaren op dit ogenblik. Het ziet er prachtig uit. Heeft u zelf nog ongeruste gedachten gehad? Want u zag net een rook in komen, maar dat bleek oranje rook te zijn van de georganiseerde comitéën. Ja, we blijven alert op wat er allemaal gebeurt in de stad. Heel verstandig. Ja. Oké. Okay. Mooie intocht. Ik geef het u ook toe. Want u gaat hem welkom heten, neem ik aan. Ik ga zeker welkom heten. Nu en straks op het stadhuis. Nu nergens meer bang voor. Nee, goed gemaakt. Alles geregeld. Dank u. Yeah.
Dit is echt wel een mooi moment hoor, dat we deze Sinterklaas ook van boord gaan. Dit is altijd spectaculair. Ja, ik heb begrepen dat eerst even alle pieken voorzitten en dan kom ik erop. Ja, precies. Ik hoorde net dat de staf van Sinterklaas weg was. Misschien kun je die van jou even lenen straks. Daar zo! Weet je de Piet op de boot of niet? Nou, zo wel. Dat hoop ik tenminste van wel, ja. Ja, want hij zag. Hij zei, ik zie mijn staf. Oké, okay, heb ik gevonden. Dat heb ik niet gezien. Dan heb jij goed gekeken. Moet nog eens toeteren. Ja. Gaat nu elk moment gebeuren. Daarvoor dat zijn die hele jonge pieten, dat zijn de jonge pietjes. Die zijn altijd zo vrolijk. Ik heb alleen maar vrolijke pieten. Ja, dat is waar. En daar hebben we nog een Sinterklaas. Heb je de echte Sinterklaas al gezien? Ja. Hoe zag die eruit? Mooi. Mooi. Ja. En de Zwarte Pieten? Mooi. Mooi, hè? Waarom lach jij? Lachte jij om Zwarte Piet? Nee. Dan is het goed. Oma. Heb je ze al geteld, al hoeveel pieten we hebben in Weesp? 100. 100? Misschien wel meer, weet je dat? Ik weet het niet. Nee, ik ook niet. We gaan het zo als in de klas. Het zijn er zoveel. Het zijn genoeg voor alle schoorstenen. Er zijn heel veel schoorstenen en heel veel pieten. Ja. En heel veel schoenen. Ja. Heel veel schoenen. Nou, veel plezier vandaag. Ja. Dankjewel. Zeg Piet, dit zijn we toch wel milieuvriendelijke brandstof, hè? Ja, helemaal uit Spanje. Ik wou het net vragen, waar komt dat vandaan? Uit Madrid. Ja, want Nederlandse diesel doet hij het niet. Is dat met pepernoten lucht of niet? Dit is een mooi moment. We gaan naar Sinterklaas toe. U was, las ik op Facebook, uw staf kwijt. Maar die stond bij mij thuis. Die staat al 31 jaar. Ik wil u hartelijk danken voor het bewaren van de staf. Ik neem het graag van u over. En met heel veel liefde kan ik zeggen, dank u wel. Burgemeester, mag ik u het woord geven? Sinterklaas, wij, de kinderen van Weesp, en natuurlijk ook hun ouders, zijn ongelooflijk blij dat u vandaag weer in Weesp bent. Met heel veel liefde. Ja, we vinden het heel mooi dat u met al uw pieten hier naartoe gekomen bent, om met ons allemaal weer toe te leven naar het Sinterklaasfeest, naar uw verjaardag. En ik hoop dat u de komende weken alle kinderen in Weesp op heel verschillende manieren weer gaat verrassen. Ja, ik wens u een hele mooie tocht door de stad en ik zie u graag straks op het stadhuis. Ik kom zeker naar u toe, dan gaan we even aan de koffie nog straks. Hè? Dat doen we even. Dan goed idee. Er komen bloemen aan, waarschijnlijk voor Piet Steinaert. Kijk eens, meneer. Piet Steinaert heeft de staf overgedragen. En dat was een mooi moment. En daar komt hij, jongens. Geef hem even een groot applaus. Hier is de man uit Spanje, de man met de baard. Fantastisch. Er worden ook televisieopnames nu gemaakt. Het programma alles ziet en bloeit. Dat was het, hè? Alles goed, boeit, groeit en boeit. Alles.
Want ze kijken op YouTube vanavond al. De tocht kan ook heen, vriend. Richting het centrum van Wijsp, een iets ingekorte route vergeleken met voorgaande jaren. Oh, alles goed? Ja, ik wou het even jou vragen. Ja, goed. Stam met uw voet en je handen in de zij. Ik ben Piet en wie ben jij? Jan zie je. Ah, echt niet. Spassen. Oké. En daar komen we eigenlijk allemaal voor, ook de kinderen uiteraard van Weesp. De Sint is weer terug in Nederland. En dus ook in Weesp. En hij heeft een zonnetje meegenomen. Oh jee. Sinterklaas gaat een stukje wachten. U heeft toch wel alles op controle? Ik ga even van het paard af. Ga even van het paard af, oké. Dat Sinterklaas wat problemen heeft met zijn paard, Amigo. Misschien heeft het paard zijn dag niet, of Sinterklaas. We zullen het ongetwijfeld laten horen hoe het afliep. Dag voor de eerste. Sinterklaas gaat voeren vol zijn paardje. En het op en weer. Waaien de wind vol zoals heen en alweer. Ze zijn vlucht allemaal de hand zo. Ja, komt ie. Allemaal door de hand. Hier lang zo. Nee, doe maar gewoon. Doe maar gewoon. Ik moet naar mijn paard.
protest, heb ik het idee. Nou ja, ik heb er net ook een paar foto's van gemaakt van mijn zoon. Ja. Mocht van mijn zoon, mocht mijn kleindochter die meenemen. Want hij vond het te gevaarlijk. Dus, gevaarlijk. Nou, wat is gevaarlijk, hè? Ja. Volgens mij is het nog nooit zo safe geweest. Inderdaad. Een hele relaxe sfeer. Ik heb nog nooit zoveel agenda gezien. Niet aan de hand. Ik voel me veilig. Wachten op Sinterklaas. En weet je waar die vandaan komt straks? Ik denk over de brug. Ja, uit de Slijkstraat vandaan. Oh. Maar ik heb een verrassing voor je. Hij komt niet met het paard. Met de auto? Het paard was een beetje moe van de reis. Hij komt nu, zoals het er nu uitziet, gewoon langs lopen. Oh, we kunnen hem ook nog aan high-fives geven. Juist. Daarom denk ik dat het iets langer duurt. Oh. Komt hij er al aan? Nee. Daar is hij al. Daar is Sinterklaas al. Dag Sinterklaas. Hallo. Hoe bevalt het in Weesp? Ik vind het eigenlijk best wel leuk hier. Ja, maar je moet nog wel even door heel Weesp lopen, want iedereen wil u nog even zien, hè? Ja. Hey, wat was er met uw paard aan de hand? Want het paard is weg. Nou, die is ziek en die heeft de koorts. Aha, de Spaanse griep. Ja. Dat denk ik dan, ja. Nou ja, dat wordt een lange tocht van u, hè, door Weesp lopend. Ja. Dan sterkte met alle kinderen, ja. En al die kilometers. Ja, oké, doei. Dag Sinterklaas. Ja, doei.
Of gaan we nog even zingen? Dag Sinterklaasje. Dag Sinterklaasje. Dag, dag. Luister naar... Wacht, kan ik mijn schoen weer luisteren? Oh jee. Oh jee, de tekst, de tekst. Dag, dag, dag. Dag. Zwarte Piet. En dan weer, dag Sinterklaasje. Dag, dag, dag. Luister naar ons welkomstlied. Dat was het. Jongens, goed gezongen. Dankjewel. Dag Sinterklaas. Dag. Sinterklaas, mag ik toch vragen waar uw paard gebleven is? Ja, hij was een beetje ziekig, dus we hebben gezegd van breng hem maar even naar de stal, want er is hier vlakbij een manege. Ja? Dus dan laten we hem gewoon daar even een beetje uitrusten en dan gaat hij vanavond mee het dak op. U bent zelf ook uitgerust straks weer, van u heeft een hoop kilometers gemaakt, onverwachts. Ja, maar ik heb heerlijk geslapen. Oké. Ja, dan komt het altijd goed, hè. Nog een goede reis straks. Dankjewel. Dus de hoofdpiet? Nee, de knuffelpiet, hè. Ah, de knuffel. Ach, ik denk al van de knuffel aan. Ja, ik zie hem. Ja, knuffel, hè. Hey. Hij komt bijna aan.
Zie de baas dat hondje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dan doet Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas, met een aantal van zijn pieten en de meesten staan hier beneden. Sinterklaas, ik heb u straks in de kom al welkom geheten in Weesp. Maar na die lange voettocht door de stad vind ik het heel plezierig dat wij hier op het grote plein u op het bordes van het stadhuis op het balkon welkom kunnen heten. En het is ongelooflijk fijn dat u vandaag op deze hele mooie dag in Weesp bent aangekomen. En we hopen dat u tot uw verjaardag hier blijft. Dat ga ik zeker doen. Ik blijf natuurlijk in heel mooi Nederland. Hè? Het was even een wandelingetje, lieverds. Sorry, maar Americo voelde zich niet zo lekker. Het was een beetje drentelig. Dus daar heb ik gebeld of hij eventjes hier naar de manege mocht. Dan kon het paardje even uitrusten. En Sinterklaas is natuurlijk, zoals ik dat altijd noem, een jonge god. Dus ik ga gewoon wandelen. Ja, ik ga gewoon wandelen. Maar wat een mensen, wat fantastisch. In deze prachtige stad. Nou, ik hoop. Ik hoop dat wij in de komende weken, dat u in ons stad bent, samen op een hele positieve manier het feest van Sinterklaas en zijn Pietermann kunnen vieren. En dat wens ik iedereen in deze groep en ik hoop dat u er leiding aan gaat geven. Dat hoop ik ook zeker. Laten we allemaal voor elkaar zorgen en zorg dat Sinterklaasfeest het mooiste feest van het jaar blijft. Oké, dank u wel. Ik wil hier Piet naast me zeggen, zie je ginds komt de stoomboot. Zet jij hem even in, Piet? Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer. Hij brengt ons Sint-Nicolaas in Sierenmanstaan. Boeren op zijn paardje en klim op en neer. Hoe waaien de wimpels van regen over. Nou, hartstikke goed. Prachtig, zeg. Lief allemaal, zoals ik had gezegd, allemaal je schoen zetten vanavond, ook de ouders. En dan zeg ik vanaf het bordes hier, allemaal een fijne dag. En misschien gaan we elkaar nog zien ergens in de komende 3 weken. Sinterklaas intocht 17 november 2018. Wat mij betreft zonder verdere ongeregeldheden. Behalve dan dat het paard van Sinterklaas wat oververmoeid was vlak voordat de Sint de stad van Weesp inging. Een fantastische dag, prachtig weer. Wat mij betreft tot de volgende Sinterklaastocht en tot de volgende Alles wat groet en boeit. Fijne Sinterklaas!